Amber die flikt het om voor godverdomme op de hakken naar de kartbaan te komen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En nu ben ik met Stanley onderweg naar het spekkantoor in Almere. En het is 11:15 inmiddels. We zijn allebei gaar. We zijn allebei super gaar. Stanley had vannacht nog een meeting. Het is vannacht, gisteravond. En ik was natuurlijk de stad in gegaan. Dus ik sliep om 3 uur of zo. Hoe laat sliep jij? Ja, 1 uur of zo. 1 uur. Maar ik zit. Het lijkt zo vroeg, maar het is al 11:15. Ja, moet ik nu reageren? Ja, het voelt nu 9 uur of zo. En overreden door de auto. Ja, vreselijk. Maar goed, we zijn dus onderweg. En het zonnetje schijnt. Het zonnetje schijnt, dat is top. Dus dan kan ik mijn zonnebril op, want ik heb geen make-up op. Dus ja. Ik heb een paar afspraken vandaag op kantoor gepland. En ik heb gewoon mijn laptop meegenomen, dus dan kan ik een beetje kloten. Want anders heb ik verder niet kloten. Dan niet kloten. Zo, er wordt niet gekloot vandaag. Nou, oké. Dan is dat duidelijk. Ik ga niet kloten vandaag. We zijn er bijna, denk ik, toch? We zijn te laat. We zijn te laat. We hebben 11:00 een afspraak. En? Zijn we er niet even een kwartier? Nee. Almere valt altijd nog tegen. Hier denk ik serieus dat we er bijna zijn. Vanaf hier is het nog 20 minuten of niet? Ja, het is ook helemaal achterin Almere. Ja, het is echt helemaal achterin. Oké, top. Nou, gas erop. Doei. Ik heb een lekker boterhammetje gezond gemaakt voor mezelf. Jippie, ja jee. Hoi. Ja? Zakelijk. Je moet groeten. Ook wat zeggen. Ook wat zeggen? Zeg gewoon alleen hoi. Hoi. Aan het nadenken was. Heb je al iets bedacht, zeg maar? Ik weet even niet waar dit nu precies over gaat. Zelf iets bedacht voor? Voor het interview. Ik had even kort. Het interview stond volgens mij door 2 weken geleden op vrijdag. En Stanley zei dat jij zelf iets zou gaan bedenken voor waar wij het eigenlijk over konden gaan hebben. Dat zijn bijvoorbeeld tags of challenges, dat soort dingetjes. En heel veel mensen denken bijvoorbeeld, als mensen YouTube-video's maken van, oh, dat is een vlogger. Maar dat is eigenlijk gewoon een YouTuber en niet een vlogger per se. Dat is echt alleen als je leven elke dag vlogt. Op zich wel de meeste reacties. Tuurlijk is het altijd, zijn dat toch wel een soort van de vlogs waar mensen sneller op zouden reageren. Dan als ik een vlog alleen maar mijn bed lig en mijn nagels lak, dan heb je daar minder over te zeggen, denk ik, dan dat ik met mijn hart, loop te luchten. Ja, dat zijn er genoeg. Geen idee. Als ik een dag niet vlog, dan mis ik het gewoon echt oprecht. En dan denk ik, hoezo film ik dit niet, zeg maar. Dat, nu of nooit heet hij in samenwerking met Ruben Annink en Jonah Fraser. En klopt. En nu een enige tijd verder wordt dit dus mijn tweede plaat. Ja, snap. Yes. Dus ik ga het even aanleveren bij je. Ik ben nog steeds op kantoor en ik ben met Stanley en met Jimmy. En we gaan eventjes lekker hamburgers eten, zo spontaan. En ik heb net gebeld met 538 en ze een stukje van mijn nieuwe single laten horen. En wat heb ik nog meer gedaan? 2 meetings gehad daarvoor. Je hebt hard gewerkt. Ik heb hard gewerkt, zoals afgesproken. Toen ik even op de bank wilde liggen, toen kwam Stanley me even 2 slagen geven. Dus, eet smakelijk! Zo, Dering zeg. Ja, maar we klappen gewoon allemaal dicht, weet je wel. Ja, nee, gewend voor de camera. Hij is echt een poes. Ik?
Maar... Lang ben ik, kan ik weer vinden? Nee, ik heb met jalapeno's. Ik ook. Oké, ik word gewoon totaal genegeerd gewoon. Zal ik nog meer dingen tegen... Nou, wat ziet het er weer heerlijk uit. Heerlijk, al genieten. Bijna net zo lekker als Jimmy en Stalien bij elkaar. Bijna, hè. In één bed. Ik kan het echt... Naakt. Ik kan het niet even naden. Het is echt helemaal in de armen. Ik snap jullie twee niet. Oh, nu hebben wij het gedaan. Ja, jullie zijn al een hele dag bezig. Nou. Ik heb net een interview gehad met Poena. En die staat als het goed is al online ook. Dus check dat vooral even. En ik ga nu lekker tekenen, want Jimmy en Stanley zijn nog steeds niet klaar met werken. Het is inmiddels 8:30. What the fuck? No life. No life. Dus nu ga ik even een beetje tekenen, want dat vind ik leuk. Ik wil nog iets zeggen. Ik heb het zo vaak dat ik je zou zeggen dat ik het niet meer weet op het moment dat het in mijn hoofd zit. Ik kom er zo op terug. Zoek de verschillen. Ik kreeg dat dingetje tegen mijn hoofd aan. Ik had het niet met stipjes moeten doen. Kut. Je lijkt best dik. Wat? Die tekening. Dik? Ja, inderdaad. Ik over 20 jaar in een suf truitje en 50 kilo erbij. Sjoe. Maar bedankt voor de positieve vibes. Party, party, party! Zo. Ik zie er echt niet uit. Lijkt echt een of andere oude taart. Het is 10 uur, wat betekent dat wij precies 11 uur op kantoor zijn geweest. Best erg. Dus dat is aardig lang. En nu eindelijk weer richting Amsterdam. Dus dan zijn we ongeveer 12 uur van huis geweest. Ah ja. Het was een nuttige dag. Ja, dat sowieso. Voor een deel. Ja, lekker. Nu weer gelukkig naar huis. Lekker, gewoon vaker doen. Vaker doen. Op kantoor. 12 uur op kantoor. Lekker thuis editen. Ja. Helemaal zin in. Neem gewoon de volgende keer je spullen mee. Ja, klopt. Ik wilde mijn iMac ook meenemen. Maar omdat ik haast had, dacht ik, ja, ik heb nu echt geen zin om dat ding te gaan tillen. We hebben ook een iMac. Ja, maar dan heb ik niet meestal verwijder ik mijn vlogs al als ik het op mijn computer heb gezet. Ach zo. Oké. Dus op dan die niet. Manier kan dat niet. Nee. Ik lig inmiddels in bed. Ik heb make-up eraf gehaald en ben helemaal klaargemaakt voor bed. Het is 2:30. En ik ben mega moe. Ik heb mijn bed ook weer, tenminste ik had het gisteren verschoond. En toen had ik gisteravond geen zin meer om het eromheen te doen. Dus toen ben ik in slaap gevallen. Ik had een klein beetje te veel gedronken. En toen heb ik het dus net gedaan. Dus nu lig ik in een lekker schoon bedje. Oh. En ik ga lekker slapen. Ik weet dat deze vlog kort is. Maar dat hoeft niet te zijn. Want ik ga gewoon de vlog van vandaag ga ik er aanplakken. En dan zorg ik voor een ander soort video. Morgen dus. Dus morgen komt er geen vlog online. Want de vlog van morgen, die morgen zou komen, heb ik er nu achteraan geplakt. Dus ik zie jullie straks weer. En dan is het de volgende dag. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ga straks de stad in voor een campagne. En ik ben nog niet helemaal wakker. Ik zat net in bad. En toen stopte ik. Toen wilde ik ruiken aan een nieuwe douchegel. En toen stopte ik in mijn mond. Echt fucking vies. Ik ga nu even ontbijten met een Red Bull. En dan ga ik de deur uit. Ik weet nou niet... of waar ik nu naartoe ga, of er gefilmd wordt, ja of nee. Maar zoals je ziet, heb ik geen make-up op. En heb ik eigenlijk ook niet zoveel zin om make-up op te doen. Maar dan hoop ik dus dat het niet gefilmd wordt, want dat is lekker. Nou, ik heb er toch waarschijnlijk even wel wat make-up op gedaan. Ik doe mijn haar vast en ik doe mijn nieuwe zonnebril op. Ik heb dit pakje aan van Ellie Sisters voor of bovenkant. Onderkant een heel lelijk witte sokken, maar goed, ik ga toch schoenen aandoen waarbij je dat niet ziet. Nadat ik klaar ben bij Excite, heb ik een meeting en daarna een interview, maar ik denk dat ik die ga verplaatsen
omdat ik ook vandaag nog moet regelen dat mijn oude woning wordt opgeknapt voor de nieuwe bewoners, zeg maar. En ik ga vanavond eten met Amber, dus dat moet ik even allemaal een beetje plannen. Nou, ik ben net klaar bij de H&M voor Excite. Mocht ik weer wat kleren uitkiezen. En ik ben nu onderweg naar een meeting in het W Hotel bij Mr. Porter. En ik heb nog niks gegeten en ik heb zin in koffie. Dus ik hoop dat ik daar even mijn behoeftes kan bevredigen. En ik loop weer met mijn H&M tas. Ik sta nu in de lift bij het W Hotel en onderweg naar Mr. Porter. Dat is helemaal boven. Vorige keer was ik hier eten met Aniek. Vond ik niet heel denderend, maar het is wel leuk dat je boven dus een zwembad hebt op het dak ook. Dat is wel echt een van de betere dingen die je kan hebben in Amsterdam, denk ik, midden in het centrum. Die styling bij H&M was trouwens echt grappig. Vorige keer toen ik daar kwam, had die stylist had allemaal dingen met kleur uitgekozen. Dat was niet echt mijn ding. En nu had ze echt alleen maar zwarte kleding. Goedemorgen, ik zie er echt verkracht uit. Verkrekt, wilde ik zeggen, niet verkracht. Ik ga eventjes iets zoeken om te eten. Ik ben even in bed gaan liggen. Ik heb net snel de vlog die vandaag online moest geëdit. En nu wil ik eventjes wat eten. En ik ga straks eten met Amber, dus ik wil iets kleins. Misschien dat ik gewoon een zak chips open trek. I think so. Ja, dat gaat hem worden. Maar welke? Het wordt deze. Dit is by far my favorite. En dan ga ik er lekker bij drinken. Oeh, ik raak in de zak. Ik drink er een chocomel bij. En ik ga een video van Teske kijken. Proefwerk, mijn favorite serie uit haar, van haar kanaal. En ze gaat hier... Hoe toevallig de gekste chips maken uit Nederland proeven. Ik ga eventjes naar mijn postvak lopen. Want er zit een pakketje in. Had ik vanochtend al gezien. En ik ga hem nu even uithalen. En daar ben ik heel blij mee. Echt heel blij. Jullie gaan binnen 3, 2 en 1 zien wat het is. Oké, nou ik ben terug met travestietenwimpers. Het zijn echt wel hele heftige. Ik heb ze niet bijgeknipt. Dus nu zijn ze echt super heftig. Alleen ik ga ze bijknippen en dan zijn ze denk ik wel mooi. Ik ga ze terug ben even laten zien waar ze van zijn. Ze zijn in ieder geval van eyelash, maar dan laat ik even de doosjes zien. Ik heb nog heftigere. Alleen deze zijn dus echt zo ontzettend lang. En ik moet het denk ik gewoon hier een beetje bijknippen, zodat het gewoon iets later begint. Dan is het wel mooi. Amber is er inmiddels. En ik had net een klein probleempje, want ik wilde dus uit mijn postvakje wilde ik die wimpers gaan halen. En toen, maar ik heb altijd de sleutel in de deur zitten om 's nachts op slot te draaien. Maar ik heb ook nog een andere sleutel, dus die had ik in mijn hand en ik pak die en ik doe de deur dicht. Maar toen zat de sleutel aan de andere kant zat er nog in. Dus toen kon ik mijn huis niet meer in en toen stond ik in mijn pyjama buiten, want ik had moet ik even in bed gelegen. Dus toen stond ik daar met de service manager te wachten op de slotenmaker. En die kwam toen na 5 minuten was hier. Eerst had ik iemand gebeld, dat duurde een uur, fucking lang. En daarna had ik dus die enige bel van 5 minuten. Toen kwam die. En stond hij aan de deur te shoren. En ineens hoor ik zo. Pff. Dus de ene dag was de deur. Zegt hij, oh sorry. Ik zeg wel. Ja, ik liet het scheet. Zegt hij, ja, ik liet het scheet. Dus ik ging helemaal stuk. En ik kon gewoon mijn lach niet meer inhouden. Zeg maar, dat is zo ongemakkelijk. Dus zij met z'n tweeën te kutten bij die deur. En hij zegt dan, sorry zeg, voor een scheet. Dus op een gegeven moment had hij, was het gelukt. Dus ik zeg, jij wil iets te drinken? En ja, een glaasje water. Ik zeg, ja, je mag ook naar de wc hoor, als je wil. En toen. Geen hard lachen. Maar ja, ik dacht ja, als je toch moet, dat is zo ongemakkelijk. Maar super chill dat het is gelukt. Want ik dacht echt dat het niet meer ging lukken. En gelukkig is het wel gelukt. En gaan we zo even eten. Ik heb nu deze trui aan, maar nog geen broek. Dus die ga ik nu even aantrekken. We zitten in Palladium, maar je kan het echt net niet zien. Maar het regent zo hard. Het is niet normaal. Wow. En net toen we hier naar binnen liepen, regent het echt nog totaal niet. En nu komt het echt met bakken uit de lucht gewoon. We zijn lekker aan het eten en Ambi gaat vrijdag weg naar Miami. Maar daarna kom ik je opzoeken.
Verenweg 21 is de straat. Ik doe ZE, het is ZW. Sorry? Het is ZW. Zwanen. Zwanenburg. Zwaan. Ja? U doet ZE. W moet je zetten in plaats van E. Weghalen. Ja, nee. A. Zwanenburg. Ja. En straat is? Berenweg 21. Berenweg. Weer met weer. Oké, te grappig. Amma en ik zaten net te eten bij Paula. En Berenweg 21? Ja. 21. En we gaan nu richting een of ander soort van fun centrum om te karten of lasergamen. Ik wilde echt gaan lasergamen. Toen vroeg ik aan die vrouw van de telefoon van ja, kan dat? Ze zei ja, is goed. Met hoeveel komen jullie? Wij zo ja, met twee. ja, dat is niet zo leuk, hè? Nee, oké. Dus we gaan gewoon even kijken. Als we niet kunnen karten, gaan we gewoon lasergamen. En anders gaan we karten. Ik moet even mensen fixen, maar... Ja, dat lukt niet, denk ik. Nee, niet zo snel. Oh, ik heb er echt zin in. Ja, ik heb het zo lang niet gedaan. Één keer nog voor Concentrate een filmpje. Leuk, man. Ik ging met Mario Kart. Toen gingen we in Mario pakjes. En dan moest je zeg maar bananen en zo trekken. Oh, nee. En dan kon je daar naartoe gooien. Hoe leuk. En dan gingen punten van die ander af. Oh mijn god. Ja, dat was echt leuk. Deze vind ik niet leuk. Dit is Nederland. Ja. Oké, we zijn in de playhouse en we gaan nu gaan we karten. We hebben besloten om twee keer te gaan karten, dus dat is twee keer 10 minuten. Ik heb alleen echt het gevoel dat mijn wimper super los zit. Oh, je gaat echt eraf vliegen? Ja, ze gaan eraf vliegen. Oh, ik voel het, ik zie het ook, hij zit los. Geen lijn mee? Nee. Oh, dat is kut. Misschien moet ik ze er gewoon afhalen. Nee, niet doen hoor. Het is mooi. Oké, ik ga jullie even de baan laten zien. Ik kan natuurlijk straks niet vloggen. Want we zijn maar met z'n tweeën en ik, ja, dat kan dus niet. Dus ik ga nu eventjes de baan laten zien en dan ga ik kijken of ik zoveel mogelijk nog wel kan filmen voor jullie. Ik kom natuurlijk op 1 te staan, dat snappen jullie wel. Oké. Ja, dit is te grappig, want we zijn gewoon echt met z'n tweeën. Dus we gaan echt tegen elkaar karten, tegen grappig. Ik heb er zo zin in. We gaan ons nu omkleden. Wat zeg je? Nu moeten we het aan je geven. Ik weet niet, maar ik weet niet waarom hier niemand is. Dit is voor kinderen volgens mij, die blauwe. Ja, dat pas ik wel. Ja. Waarom komt hier niemand? Ik snap het niet hoor. Je moet toch wel zelf uitzoeken. Nee, ik denk dat we wel even moeten vragen of zo. Volgens mij komt die vent er nu aan. Oké, okay, tof. Hi, hi. Hoi. Hoi. Hi. Hi, Monika. Patrick. Jullie mogen kiezen. Je mag een overal aan. Patrick, sorry. Je mag een overal aan of een Hessie. Oh, ik mag ook wel een Hessie. Ja, dat weet ik wel. Dan kun je daar een baklava van pakken. Dan kun je de helm uitkiezen. En dan ga ik de jongens van de karton even wachten. Oké, tof. Je moet een wat? Een bakkapje? Een baklava. Oh. Een baklava, die zit ook niet. Oh, die is ook een haarnetje. Oké, die is zwarte. Ja. Heb je andere schoenen bij? Nee. Kan ik op mijn sokken? Nee. Ga even kijken. Jij hebt ook wat. Ja. Ik love you. Wat voor maat heb jij? Kijk voor mij. S wel. Ja? Of XS dan? Ja. Dat is ook een S'je. Dat is L. Mooi smaak, schattig hoor. Hoe cute is dit? Peace. Amber die flikt het om voor godverdomme op de hakken naar de kartbaan te komen. Dus die man gaat kijken of die andere schoenen heeft. Oh wacht, die kan niet goed zien. Weet ik veel dat we gaan karten. I love it. Oh, ik voel me echt een bouwvakker, jongen. Nee, maar het is wel leuk. Zou ik zeggen golfschoenen, hoe heet dat? Bowlingschoenen. Dat zou kut zijn. Vies, hoor. Je kan helaas niet op je hakjes... karten. Bowlingschoenen? Vraag het even aan de dame bij de baan. Oké. Okay. Je moet wel karten natuurlijk, hè? Ik ben al lang blij dat je niet gaat lezen gamen. Ja, dat wilde je eerst doen. Ja, dat wilde je eerst doen. Met z'n tweeën. Ja, daarom. Dus dat was een beetje dom. Dat is niet leuk, hè? Ik heb 1,7 vierkante kilometer. Zo groot. Ja. Ja, wij dachten dat. En we zoeken naar elkaar en dan heb je elkaar en dan ga je zo poep op elkaar. Dat is echt stom. Het is de grootste van Europa. Echt? Dit? Komen we wel een keer met een groep lezen? Ja.
Kunnen we gewoon ons tasjes zo hier laten? Ja? Ja. Is leuker. Ik wou bijna al weggaan. Maar laat is lekker. Ja. Dan heb jij een vrij liggen. Nee. Oké, we zijn ready to go. Ik heb echt een smerig dingetje op mijn hoofd. Maar ik heb amper 2 keer ingehaald. En ik ben de snelste van de dag. Nummer, er zijn 30 mensen die het snelst zijn van de dag. Ik ben nummer 27. Ja. Yeah. Superleuk. Dat is echt een aanrader. Dat moeten jullie echt doen. We willen echt gewoon elke week gaan karten. We willen een soort sporten van maken. Kijk, Monica was op de 6e van al deze mensen die ooit zijn geweest. Heeft ze 6e plek gehad. Nee. Ja? 27e plek van de dag. Oh. Dus van deze dag alleen. Oh nee, 46 seconden. Ja, klopt. Ja, ik stond er niet in. Maar dan kom ik straks wel. Jij komt erin. Ja. Oké, we gaan voor de 2e keer. Yay! Ik ben weer thuis en ik word gebeld. Ik ga die eventjes laten wachten. Nee, jawel, ik ga die eventjes laten wachten. Ik kom net thuis. Ik zou nog even mijn wimpers laten zien. Van waar ze waren. Die ik nu op heb. Die heette Pretty on Fleek. En ik heb ook nog een ander setje. En die heette Drama Queen. En die zijn nog heftiger dan wat ik nu heb. Maar ze zijn dus van Eyelashed. Yes, zo kan je het zien. En hun Instagram is eyelashed.nl. Dus dan kun je het zeg maar bekijken. Maar goed, ik moet ze dus een klein beetje knippen. En dan zal het wel goed komen. Amber, die zie ik niet meer. Want die gaat een tijdje naar Miami. En dit was even ons laatste afscheidsuitje. Lekker gekart. Ik ben helemaal uitgeput. Ik heb gewoon spierpijn. Helemaal stijf. Maar goed. Ja, het was echt heel gezellig. En ik ga er binnenkort op zoek in Miami. Dus heb ik echt fucking van zin in. Dit is inmiddels kort voor 2. Ik heb mijn sterrenpakje aangetrokken die ik nooit aan heb. Maar wel thuis. Ik vind hem echt heel schattig. Ik ga even mijn make-up afhalen en mijn wimpers. Mijn waaiers eerder. En ik heb net in bad gezeten, super chill. Echt fucking lang, een uur of zo. En nu ga ik lekker mijn bed in. Dus bedankt voor het kijken. Morgen dus geen vlog, omdat die vandaag 2 vlogs in elkaar zaten. Maar er komt morgen wel een video online, dus niet getreurd. En geen probleem. Maar de vlog van gisteren was heel kort, dus daarom heb ik dit aan elkaar geplakt. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En je te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie niet morgen, ja wel morgen met een andere video, maar overmorgen weer met de vlog. Doeg!